Geluid, dat is wel bekend. Superpositie, interferentie. Op het eind van deze film zul je dat ook weten. Oké, een luidspreker. Een luidspreker die produceert een toon. Ja, een lekkere pieptoon. En alle geluidsgolven komen vanuit de luidspreker naar het oor. En dan krijg je zo'n mooie toon te horen. Die toon, die geluidsgolven, dat zijn longitudinale golven. Ja, longitudinale golf, wat was het ook weer? Dat betekent dus dat ieder deeltje die voert een trilling uit. En de richting van de trilling is in dezelfde richting als de voorplantsnelheid, voorplantsrichting van de golf zelf. De golf zelf bestaat dus uit een verdichting en verdunning, te vergelijken met een berg en een dal. Dat. En de afstand tussen twee verdichtingen, dat is de golflengte. Golflengte van een geluidsgolf. En zo'n geluidsgolf, ja, dat kan een mooie sinus wezen. En als het een mooie sinus is, hebben we een zuivere toon. Dus dat is een mooie toon van één frequentie. Dat is een mooie sinusoïde. Nou, nog een keer. Ja, wat gebeurt er met de toon? Let op, kijk. Als ik de frequentie omhoog doe, dan hoor je dus dat ook de toonhoogte omhoog gaat. Frequentie heeft dus te maken met toonhoogte. Lagere frequentie, lagere toon. Hogere frequentie, hogere toon. Ja. De amplitude. Ja, een hogere amplitude. Dan hoor je dus dat het geluid harder wordt. En als je de amplitude lager maakt, dan hoor je hem bijna niet meer. Tot helemaal niet meer. Kijk, amplitude 0. Geen golven meer. Lekker rustig. Dus, ja, de frequentie. Dat is de toonhoogte. En amplitude, dat is de hardheid van het geluid. We gaan even aan het meten. Ik doe eventjes zonder geluid. Hè. Er is natuurlijk wel geluid, je ziet de geluidsgolven wel komen. Frequentie 354 hertz. En we gaan even aan het meten. Ja, ik pak eventjes een grote centimeter. Let op, het staat in meters. Dus een ontzettend groot ding. Ik zet hem even hier neer. En ik kijk eventjes. En daar is hij ongeveer 3,85. En welke afstand is dat? Dat is hier 4 golflengtes. 4 golflengtes. We kijken begin hier. Dit is 1 golflengte. 2, 3, 4. 4 golflengtes. 3,85 meter. Oftewel 1 golflengte. Hè, dat is net geen meter. Nou, het is en blijft gewoon een golf. En frequentie. 354 hertz. En dan kun je dus samen met als je golflengte weet en de frequentie, wat kun je dan berekenen? Welke formule was ook weer belangrijk? Precies. De golfsnelheid kun je meten. En dan krijg je dus dat de golfsnelheid hier 341 meter per seconde is. En dat is de geluidsnelheid. En dat klopt wel aardig. Hè? Maar kijk hier bij lucht. Bij een 20 graden Celsius, ongeveer 293 Kelvin, is de geluidsnelheid 343 meter per seconde. Je kunt dit allemaal weer vinden in BINAS natuurlijk, tabel 15a. En wat kun je daar allemaal uithalen? Nou, dat de geluidsnelheid afhankelijk is van, kijk maar, de temperatuur. Kijk, bij lucht, als de temperatuur toeneemt, dan neemt de geluidsnelheid ook toe. Bij lucht en bij water, hè, twee heel bekende stoffen natuurlijk, daar staat het apart nog in gespecificeerd, maar eigenlijk zou dat voor alle andere stoffen ook moeten komen. Trouwens, alle andere stoffen, dan zie je dus ook dat per stof er een andere geluidsnelheid is. Hè, bij vaste stoffen is de geluidsnelheid vele maal groter dan in gassen. En dat komt omdat de koppeling tussen de moleculen in een vaste stof veel beter is dan in een gas. Geluidsnelheid is niet afhankelijk, niet afhankelijk van
toonhoogte of frequentie en ook niet van hoe hard je praat. Ja, en dat is ook maar goed natuurlijk, want als je bij een concert zit, dan wil je toch alle tonen tegelijk kunnen horen en ook de zachte en de hardere stukken wil je ook tegelijk kunnen horen. Dus het is op zich ook wel logisch dat dat zo is. Maar hoe hard is het geluid? Want het is weliswaar afhankelijk van amplitude van geluidsgolf. Maar stel je voor, je hebt een 130 decibel geluid. Is dat nu hard? Nou, laat ik zo zeggen, als dat bij 1000 hertz is, dan is het dusdanig hard dat het boven de pijngrens is. Dus dan kun je zeggen, ja, behoorlijk hard. Maar bij 20.000 hertz, dan heb je er totaal geen last van. Want het zit niet in je hoorbaar gebied. Voor jou althans. En dat stopt bij 20.000. Nou, dus je kunt niet echt zeggen van jongens, de hardheid van het geluid, dat is duidelijk. Nee, je moet er wel zeggen bij welke frequentie het is. Want het is afhankelijk van frequentie hoe goed je iets kunt horen. Kijk, hier heb je het frequentiebereik van diverse zaken. He, voor een mens is het ongeveer van 20 hertz tot 20 kilohertz. Dat is wat je kunt horen, wat je kunt praten. Kijk, je kunt een klein beetje lager in toon produceren dan dat je kunt horen. He, maar je kunt niet zo hoog komen, dat is niet te doen. Ja, een hond heeft een veel groter bereik qua gehoor. Maar wat hij produceert is veel minder. Ja, vleermuis, ja, die heeft de lage toon kan niet horen, hoge toon juist wel. En wat hij produceert, ja, je kunt de laagste tonen kun je nog net horen als mens zijn, maar de hoge toon helemaal niet. Walvis, die steekt er met kop en oren of kop en vinnen bovenuit. Ja, hele lage tonen en hele hoge tonen. Ja, het is echt een allround vis. Oké, hier hebben we de persoon weer. Ja, en ik teken de geluidsgolf eventjes weer als een mooi transversale golf, hoewel het een longitudinale golf natuurlijk is. En het kan natuurlijk wezen dat hij meerdere geluiden tegelijk hoort. Hè. Het heeft niet altijd zo'n mooie pieptoon. Nou ja, mooi. Hè, zo'n pieptoon zijn. Het kan ook een combinatie van geluid zijn. Kijk, hier hebben we het. Hè, toon 1 en toon 2 tegelijk. Wat krijg je dan? Dan krijg je dus dat je die twee moet combineren. En combineren betekent gewoon bij elkaar optellen. Dus dan krijg je zo'n soort toon. Toon 1 en toon 2 samen hoor je zoiets. En we noemen dat superpositie. Superpositie is dus gewoon het optellen van één of meer geluidstrillingen. Interferentie. Wat is interferentie? Nou, interferentie is inderdaad ook weer met meerdere geluidsgolven. En we kijken even naar twee golven die elkaar in één punt gaan beïnvloeden. Kijk, hier hebben we dat ene punt. Er komt een geluidsgolf van de ene kant aan. En er komt een geluidsgolf van de andere kant aan. En beide golven die zullen dat ene deeltje omhoog willen doen. Ja, beide deeltjes beginnen met een berg. Dat betekent, laat me verder gaan, dat ze elkaar versterken. Dus, zo, kijk. Een nog grotere versterking. Ja, en dat deeltje gaat dus niet 1 omhoog, nee, gaat 2 omhoog. Ja, we gaan even verder. Oké, zo, beiden. Nou, kijk, nu heb je dus dat het deeltje weer in het midden zit. De beide golven gaan weer een beetje verder naar links en naar rechts. En dan hebben ze dus beiden een overlappende dal. En dus gaat hij dubbel naar beneden toe. En zo gaat hij dus verder. Ja, de ene golf gaat naar links, de andere golf gaat naar rechts. En dat ene deeltje, dat zal dus iedere keer omhoog en naar beneden geschiet worden. Dus je hebt hier een versterking. Interferentie kan dus een hogere, een hardere toon geven. Het kan ook wezen dat je één golf hebt van die hem omhoog gaat doen en dat de andere golf hem juist naar beneden wil doen. Ja, als je iets hebt en dan ga je omhoog en naar beneden trekken, dan blijft hij gewoon op
dezelfde plek zitten. Dus die twee golven die doven elkaar uit. En als je nu verder gaat op deze manier, dan zie je dus dat de ene en de andere weer precies tegengesteld zijn. Oftewel, dat deeltje blijft gewoon stil liggen. Ja, hier blijft het stil liggen. En iedere keer zijn die twee golven elkaars precies tegengestelde. Tegengesteld in tegenfase. Ja, dus het deeltje blijft gewoon op zijn plek. Oftewel, je hoort niks. Twee golven interferentie kan dus ook wezen dat ze juist elkaar uitdoven. Goed, ik heb hier twee geluidsbronnen, A en B, op 1 meter afstand. En op 2,84 meter staat hier een scherm of wat dan ook. Hè? En daar wil ik kijken wat daar gebeurt. Twee geluidsbronnen, die gaan geluid produceren, dat is logisch. En stel je voor, het wordt met 20 graden Celsius gedaan. En de frequentie waarop het gebeurt is 1000 hertz. En belangrijk, ze zijn in fase. Betekent dus dat ze tegelijk een berg of tegelijk een dal uitzenden. Er is geen verschil tussen deze twee. Wel, als je temperatuur weet, dan kun je ook weten de precies geluidssnelheid, BINAS. 342 meter per seconde kan ik uit BINAS halen. En als ik frequentie weet en de geluidssnelheid, dan kan ik ook weer berekenen de golflengte. Golflengte, ja, V is lambda mal F, dus lambda is V gedeeld door F. Weet je nog, belangrijke formule. Stel je voor, ik ga precies in het midden zitten. Ja, dan komen dus twee geluidsgolven uit A en B daaraan. Ja, en wat hoor je dan? Zullen ze elkaar versterken? Of zullen ze daar juist elkaar uitdoven? Wel, ja, kijk, hier hebben we die twee geluidsgolven, één uit A en één uit B. En, ja, betekent dus in fase, als uit A een berg komt, komt ook uit B een berg. Dat is precies gelijk in fase. En, als ze precies in fase zijn, betekent dus dat als A een berg aflevert, dan zal B ook een berg afleveren. Dus twee bergen komen tegelijk aan, of eventueel twee dalen, maakt niet uit. Het is iedere keer hetzelfde, dus iedere keer zal er versterking zijn. Ja, geen weglengteverschil. Dus er komen altijd twee golfbergen of golfdalen. Altijd versterking. We gaan in een ander punt zitten, recht tegenover A. Nu is er dus wel een weglengteverschil. Ja, uit A komt een berg, uit B komt een berg. Zo. Maar ja, bij B moet hij iets verder reizen. En dat betekent dus dat als er een berg uit A aankomt, wat komt er dan uit B? Is dat een berg of is dat een dal? Om dat te weten, moeten we het afstandsverschil weten tussen A en het punt en B en het punt. Nou, ik heb hier een mooi driehoekje getekend. Driehoekje, de ene zijde, dat is die 2,84 meter. De andere zijde is 1 meter, hè, dat was gegeven. En met Pythagoras kun je dan berekenen dat de afstand vanaf B 3 meter en 1 centimeter is. En dat is dus dat er verschil is van 0,17 meter. 0,17 meter, dat moet, hoop ik tenminste, bekend voorkomen. Want die 0,17 meter, dat is precies een halve golflengte. Dus een halve golflengte, één golflengte is één berg en één dal. Dus als een halve golflengte verschil is en er komt een berg uit A, dan zal dus uit B een dal komen. En een berg en een dal, dat is een uitdoving. Dus op dat punt recht tegenover A zul je dus een uitdoving horen. Je zult daar minder geluid te horen krijgen. Dus, twee luidsprekers A en B, precies in het midden, geen weglengteverschil. Dus heb je er altijd versterking. Natuurlijk moeten dan de frequenties van A en B wel gelijk zijn en in fase. Hè? Daar gaan we wel van uit. Als ik een beetje omhoog ga zitten, dichter bij A en verder van B af, dan krijg ik dus een weglengteverschil. Als weglengteverschil een halve golflengte is, dan krijg ik daar juist een verzwakking.
Maar als ik nu nog verder ga zitten, daar, dan krijg ik een weglengteverschil van 1 golflengte. En dan is het weer precies gelijk, want 1 golflengte is 1 berg en 1 dal, dus daarna herhaalt zich weer. Dus een berg uit A zal ook weer een berg uit B krijgen, oftewel krijg je hier weer versterking. En nog weer verder, bij 1,5 golflengte, dan krijg je weer verzwakking. En zo gaat het maar verder. En natuurlijk is dat als ik naar boven ga, maar naar beneden krijg ik eenzelfde verhaal, omdat ik dan dichter bij B en verder van A af zit. In het algemeen, als je een weglengteverschil hebt die een gelijk aantal golflengtes is, dus 0, 1, 2, etc., dan treedt de versterking op. En die punten, die noemen we buiken. Ja, dus de B van buik. Is het weglengteverschil juist 1/2 golflengte of meer, 1,5, 2,5, dan is er verzwakking en die plekken die worden knopen genoemd. Je krijgt dus een opeenstapeling van buiken en knopen te horen. Stel je voor, ze staan op 25 centimeter afstand. Ja, 2 luidsprekers en de golflengte is 34 centimeter. Waar krijg je dan de eerstvolgende versterking? Precies in het midden is er versterking. Krijg je dan nog ergens versterking? Wel, dan moet je dus een weglengteverschil hebben, ja, van 34,2 centimeter. Maar je krijgt nergens een weglengteverschil van 34,2 centimeter, want het maximale weglengteverschil is 25 centimeter. Waar ik hier ook sta, altijd staat weglengteverschil tussen luidspreker B tot het punt en luidspreker A tot het punt zal nooit groter kunnen zijn dan 25 centimeter. Dus je kunt hier niet een versterking krijgen. Ja, je krijgt altijd, ja, als je vanuit B naar het punt gaat, ja, zul je altijd maximaal 25 centimeter weglengteverschil krijgen. Kortom, je krijgt geen extra versterking. Het aantal versterkingen is beperkt. Ja, het is een vraag van hoeveel versterkingen kun je krijgen. Dus stel je voor, ik heb nu een afstand van 1 meter tussen de 2 luidsprekers. Hoeveel versterkingen kun je dan krijgen? Ja, hoeveel buiken krijg je nu te horen? Wel, weglengteverschil maximaal 100 centimeter. En dat is net geen 3 golflengtes. Dat betekent dus, ja, dat het weglengteverschil 1 en 2 golflengtes krijg je dus versterking. En in het midden natuurlijk ook versterking, dat zijn 3. Maar, let op, je hebt natuurlijk boven het midden, maar je hebt ook nog onder het midden. Dus daar heb je nog eens een keer 2 buiken. Oftewel in totaal heb je 5 plekken waar je versterking hoort. En het heeft dus te maken met de afstand tussen de 2 geluidsbronnen. Hier heb je een animatie van 2 punten in een waterbak. He, die 2 punten die gaan constant trillen, dus daar ontstaan watergolven. En we zullen hem eventjes stilzetten. En je ziet dan hier die rode lijn in het midden, daar is versterking. In het midden is altijd versterking. En daar bovenonder heb je dus allemaal van die lijnen waar versterking optreedt. En je krijgt dus hier in het midden, ja, hier is weglengteverschil 0. Op deze lijn hier is weglengteverschil 1 golflengte, dus hier is ook versterking. En hier is weglengteverschil 2 golflengtes, versterking aan deze kant ook weer 1 golflengte. 2 golflengte weglengteverschil. Dus als ik bijvoorbeeld, stel je voor, ik ga hier zitten, dan is de afstand dus tussen dit punt en deze trillingsbron en dit punt en deze trillingsbron, ja, dan is weglengteverschil 2 golflengtes. Vandaar dat je hier een versterking krijgt. Ertussenin, ja, daar is een verzwakking en dat is even aangegeven met de groene lijnen. Die rode, dat zijn dus de buiken. Ja, de buiklijnen en groen,
Wijsverzwakking, en dat noemen we dus knopen of knooplijnen. Interferentie wordt gebruikt bij antigeluid. Bij antigeluid wordt dus geluidshinder bestreden met ander geluid. En het andere geluid dat interfereert met het hinderlijk geluid, zodat het wordt opgeheven. Interferentie komt ook voor bij licht. In een zeepbel of een zeepvlies zal licht interfereren en daardoor ontstaan kleuren of er ontstaat zelfs gewoon zwartheid dat licht plus licht donker opgeeft. Kijk, mooie kleuren. Zo, die is gaaf. Gaaf, en dat was het ook. Tot ziens.